Ja, En 100%. niet alleen op sportvlak kan inspireren, maar vooral ook als persoonlijkheid kan inspireren. En vooral misschien zelfs tot het allermooiste, tot de islam of tot een beter mens daarin te worden of wat dan ook te kan inspireren. Waar, kijk naar Muhammad Ali, hoe dat hij het heeft gedaan. Ja. De beste der voorbeelden wat dat betreft hierin. Natuurlijk, en hij had Mohammed sallallahu alaihi wa sallam als zijn inspiratie ook. Snel, Maar wat je is je ziet favoriete inderdaad. sura? Of ayah? Een hele korte, Al-Asr. Wal-Asr. Ja. Waarom? Hij is heel kort en heel krachtig. Heel mooi. Ja, de mens verliest in de tijd. En de enige die zullen winnen zijn... Zijn de mensen die goede dingen doen, goede daden verrichten. Ja, Ja, heel, heel krachtig. heel goed. En geduld. Omar ibn Khattab. Ja. Ja. Allah, die werd ook al door Munir toe genoemd. En Oké. nou, ik had ook niks anders verwacht dat hij Ja. bij jou. Ja. Ja, geef nooit hoop in mensen op. Ze kunnen zelfs veranderen naar een beter persoon dan jou en mij en dan wie dan ook. Kijk niet neer op mensen. Schrijf ze niet af. Diezelfde Omar die jij noemt, radiallahu anh, die onderweg was om de profeet zelfs hem te vermoorden. Een paar jaar later zegt de profeet zelfs hem over hem: Lau kana nabiyyan ba'di la kana Omar. Als er na mij nog een profeet zou komen, dan zou hij het zijn. Ja, Ja. zeker. Is dat niet? Want je reist natuurlijk de wereld over. Dat Nu is... met je topsport enzovoort. Je programma, je schema, de training. Ik weet er alles van. Maar heb je ergens zoiets op een gegeven moment van die droom een doel gemaakt? Van nee, Ja. klaar, daar ga ik.